Hey, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. In deze video gaan we het hebben over de mini arcade. En deze is niet van de Action. Nee, deze heb ik gekocht op AliExpress. Op AliExpress zijn er heel veel verschillende soorten mini arcades. Dus als je deze nou leuk vindt, je kunt ze gewoon sparen. Je kunt ze letterlijk hamsteren, want er is een hele grote diversiteit hiervan. Maar dit is dan de 180 in een game machine. Hij is een beetje vergelijkbaar met degene van de Action. De vormgeving is uiteraard wel helemaal anders. Maar de games die erop zijn, die zijn anders. Daar maakt het eigenlijk wel een beetje interessant naar mijn mening. We hebben hier een aan- en uitschakelaar. Een klein spiekertje zoals bij de voorgaande versie. Hij werkt op 3 AA batterijen. Eén ding is wel, je moet een goede batterij instoppen. Zoals Panasonic heb je verschillende goede. Duracell. En de reden waarom, want als je wat goedkoop batterijen insteekt. Ja, die zijn gewoon vrij snel leeg. Of je moet herlaadbare. Misschien van de IKEA of zo. Laatste keer zei dat nog iemand tegen mij van, hey, bij de IKEA heb je ze ook. Ja, dus dat is hetgene. Voor de rest, ik vind het wel leuk gedaan. Hier zit een klein stickertje voor een instant coin mechanisme. Het grappige is, we hebben een speakertje hier. Zou je denken, je zegt dat je dubbel speaker hebt. Ja, ik denk, weet je wat dit is met deze, met dit soort producten? Het zijn standaard molds, noemen ze het. Oftewel, die worden in de fabriek gemaakt en dan iemand bestelt ze. En je kan ze dan in principe een bepaalde variant zelf krijgen. En bijvoorbeeld deze achterkant is gewoon standaard. Dat is eigenlijk wat er aan de hand is. Vandaar dat we 2 speakerholes hebben, maar er zit maar 1 speaker in. Dat kan ik je wel garanderen. Alright, zo laten we eens even wat games spelen. En we beginnen al met het geweldige muziekje. Jongen. Oké, de controls zijn heel simpel. Dit is gewoon een klikkerig-achtig joystickje. Je moet het kan vergelijken met een D-pad van de controller. AB. Sommigen hebben zelfs nog 2 extra knoppen dat je turbo-knoppen hebt. Er staat zoals bij de Action, was dat ook die variant. Er staat niks op, maar wat eigenlijk is, de ene is voor de volume. Deze is reset dus. Hier kan je mee selecteren. En hier kan je de volume mee regelen. Elke keer als je hem reset, moet je een ander. Eerste spelletje is puzzel. Nou ja, dat soort spel heb je dus ook. Ik weet niet wat nou het idee is. Oh, wat op start drukken. Bijzonder. Wat is dit nou weer, joh? Grappig, je wil hem gewoon slepen. Het is net wat je een of andere cursor hebt, zeg maar. Gewoon zo'n. Wat is dit, joh? Ja, dat bedoel ik dus, dat je hebt echt van die gekke dingen erop. What the fucking game! Level 2. Ik heb het blijkbaar gehaald. Geen idee wat ik goed heb gedaan. Oké. Ja, die ga ik je dan in principe. Dan moet je eigenlijk niet op de grond komen, dan valt hij aan. Ja, oké, ik kom weer. Nou. Yup. Dit soort spellen staan er dus blijkbaar ook op. Oh, van die hele rare spelletjes. We beginnen met stage 2, dat is apart. Oh crap, what did I do? I just killed myself. Oké, poging nummer 2. Oké, ik heb hem zachter gedaan. In ieder geval, dit is een cool game. Van Angry Birds. Het is een soort homebrew game, zoals we dat noemen. Ja, dat is het. Super grappig, man. Oké, we gaan op level spelen. Oké, dat had ik dus niet moeten doen. Of wel? Wacht van mij. Je kan niet vliegen of zo. Oh crap. Oh, ik ken hem zelf beukje gehad. Ik ken hem gewoon beukje, jongens, uit gedaan. Ja, zo, dit is wat je gaat krijgen met de 180 in game machine van de AliExpress. Ja, ik vind het wel een grappig ding. Oeh, de Chinezen zijn wel een beetje stout, want ze hebben een paar games opgezet. Oei. Maar goed, ja, dit is wat je gaat krijgen. Het beeldschermpje, ik vind het wel heel uitzonderlijk goed. Ik bedoel, als je kijkt, de view angle, zoals we dat noemen in het Engels, ofwel de kijkhoek, is echt goed. Het is geen IPS-schermpje, ofwel een hoge kwaliteit. Het is eigenlijk gewoon een budgetproduct, want deze zijn geloof ik iets van, mening, iets van 15 euro. Dit is wat je gaat krijgen. Voor de rest, ja. Er is een hele collectie. Vind je deze video's nou leuk? Kan ik zeker even nog meer filmpjes voor jullie maken. Voor nu, bedankt voor het kijken. Als je het leuk vindt, als je lid bent van het kanaal, abonneer, druk het belletje. Geef deze video even een likeje. En dan zie ik jou weer in de volgende video.